Vandaag protesteerden studenten en medewerkers van de Radboud Universiteit voor het gebouw van het College van Bestuur. En dit keer met een andere lading. Na de inzet van de ME afgelopen maandagavond bij de bezetting van de tweede etage van het Erasmusgebouw heerst er ongeloof op de campus. Toen de demonstranten maandagavond weigerden het Erasmusgebouw te verlaten, kwam de ME ter plaatse om ze die nacht uit het pand te halen. Studenten en medewerkers van de universiteit zijn niet blij met de handelswijze van het college van bestuur en de ME en kwamen daarom vandaag in protest. Ja, kijk, ik kijk er best wel moedeloos naar terug, ook omdat het CVB elke keer zegt ja we willen gesprekken aan en dan bellen ze de ME om 16 studenten op te laten pakken uit het gebouw, dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar uit het gebouw te laten trekken. En het ging, ja, het CVB heeft gewoon de ME op ons gebeld en ik vind dat heel erg voor zichzelf spreekt eigenlijk. Dat vind ik wel echt heel jammer wat daar gebeurd is. We hebben hier heel lang studentenprotesten gehad, ook vaak met bezettingen. Die zijn nooit door politiegeweld beëindigd. Echt idioot dat dat nu wel gebeurd is. Zwaar op tegen. Nou, dat doet me heel veel pijn dat er met de ME is ingegrepen. En bovendien dat wij daar als docenten, we hebben gevraagd om daar als waarnemer bij te zijn, dat dat niet toegestaan werd. Toen de mobiele eenheid aanwezig was, hebben ze de studenten gevorderd om het pand te verlaten. De studenten die na deze vordering in het pand bleven, werden weggesleept. Wat je vooral ziet is dat twee agenten aan mensen hun armen hebben getrokken van de trap af. Hoofd eerst van de trap af. En dat kan niet. Dat kan niet. En het CVB heeft het toegestaan dat zij het pand betreden. En de ME heeft ervoor gekozen om dat soort tactieken toe te passen. En dat kan gewoon niet. En dan maakt het eigenlijk niet uit of je gearresteerd bent of niet. Dat mag niet. Als wetenschapper als onderzoeker raakt het me omdat het niet klopt. Omdat ik vind geen consistente antwoorden. En daar raak ik van. Dat vind ik irritant als onderzoeker. En als docent raakt het me dat ik als docent van een universiteit een zorgverantwoordelijkheid voel voor die studenten. Die blijkbaar niet gedragen wordt door mijn werkgever. Maar klaar ermee, dat zijn de studenten en medewerkers nog lang niet. Wij gaan niet weg totdat de eisen zijn ingewilligd. En de eisen moeten ingewilligd worden. Want als ik van mezelf mag spreken, ik kan niet slapen terwijl ik weet dat de kinderen in tenten in een veilig gebied in de fik worden gestoken. Als grote groep medewerkers ondersteunen wij dit protest en de redenen daarvoor.